De ministers Albert Ramdien van Buitenlandse Zaken en Armand Gijbersing van Financiën en Planning hebben de vorige week een vruchtbare gesprek gevoerd in Parijs en in Nederland. Er is met verschillende organisaties gesproken en de onderhandelingen met het adviesbureau Lessert zijn voortgezet. Minister Ramdien zegt dat het resultaat van dit gesprek belangrijk zal zijn voor de herschikking van onze schulden. De bewindsman benadrukt dat het geen advies van Lessert is om naar het IMF te stappen, maar dat dit een keus is van de regering. Het is enorm belangrijk omdat we niet in staat zijn die 600 miljoen te betalen voor dit moment daar in oktober. We moeten een traject uitzetten en dat is een heel strategisch traject dat je moet uitzetten, want je praat over verschillende investeerders wereldwijd om ze te informeren dat we dus naar een stukje herschikking moeten gaan. Heronderhandelingen. En de bedoeling is dat we dus een nieuwe overeenkomst gaan hebben dat er veel beter gaat uitzien. Helaas, we kunnen er niet vanaf. Dit zijn schulden die zijn gemaakt. Als verantwoordelijke staat zullen we die schulden op ons moeten nemen om te betalen. Maar we willen wel de beste condities hebben. De IMF is een besluit van de regering om met IMF te praten over een herstructureringsprogramma. Dat moet, simpelweg omdat we in een financieel-economische probleem zitten. We moeten terug naar een gezonde economie. Het besluit om naar IMF te gaan op basis van het programma dat hier is opgesteld in Suriname door minister Gijbersing is alleen maar bedoeld om ook het stempel van IMF op dat programma te krijgen. We liggen niet ver uit elkaar, maar in het kader van de geldherschikking zal IMF ook een zegje hebben. Omdat het gaat om hoe sterk sta je als land om een herstructurering door te voeren terwijl je zoveel schulden buiten hebt. Dus die dingen hangen met elkaar samen. Dus ook in dit geval zal Lazar met IMF moeten praten van oké, wat is de speelruimte? Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning zegt dat Lessert de regering wel zal ondersteunen in het traject naar het IMF. Verder zegt hij dat het verwachtbaar was dat er een verlaging zou komen in de Fitch-rating, omdat we niet aan onze betalingsverplichtingen konden voldoen. Wij kijken hoe we de effecten zo beperkt mogelijk kunnen houden. Maar we zijn nog niet in een default status. We zijn nog niet failliet? Nee, we gaan niet failliet. We gaan niet failliet. Minister Armand Gijbersing van Financiën en Planning vanmorgen voor de raadsvergadering. Hij geeft aan dat er ook gesprekken worden gevoerd met IDB en de Wereldbank.